weer een nieuwe video voor jullie. Mijn vorige video was een tips voor de examens video. En die viel blijkbaar echt wel goed in de smaak. Maar daarin vroeg ik of jullie graag een video wilden zien waarin ik ging vertellen hoe je het best kan plannen. Jullie reageerden daar eigenlijk wel allemaal heel positief op. Daarom heb ik vandaag voor jullie een paar tips om te plannen. Hoe je het best, ja, gewoon dingen kan plannen. We beginnen er meteen aan. Mijn eerste tip is om altijd in hetzelfde schrift of in hetzelfde agenda je planningen te maken. Dit doe je het best omdat het dan veel overzichtelijker is. Stel nu, je plant voor 3 weken iets in en je doet dat 3 keer op een verschillend papiertje, een los papiertje. Garantie raak je dat kwijt of je gooit het vrolijk weg. Of ja, je kan het gewoon echt niet meer vinden. Daarom is het gewoon veel gemakkelijker om altijd naar hetzelfde schrift of dezelfde agenda te grijpen. Want dan staat het allemaal mooi bijeen. Het is veel moeilijker om dat kwijt te geraken. Je hebt een veel mooier overzicht en het is gewoon ja, super ordelijk. Mijn tweede tip is om altijd op dezelfde manier te plannen. Hier bedoel ik mee om je taken allemaal in dezelfde kleur te doen. Je toetsen allemaal in dezelfde kleur te doen. Je afspraken of dingen die je moet meebrengen, doe het allemaal op dezelfde manier. Stel nu, je wilt met vinkjes en kruisjes en bolletjes werken. Gebruik dan elke keer voor dezelfde soort dingen hetzelfde soort symbool. Dus hiermee bedoel ik, als je een kruisje hebt voor je toetsen, gebruik dan altijd een kruisje voor je toetsen. En zo verder en zo voort. Dit is voor je hoofd en voor jezelf ook gewoon een beetje duidelijker en veel meer structureler. En zo kan je eigenlijk in 1 oogopslag zien of je heel veel taken hebt of net heel veel toetsen. Of dat je veel dingen moet gaan doen of vaak ergens naartoe moet. Het is gewoon allemaal veel structureler en veel mooier en ordelijker, ja, gestructureerd dus. Mijn derde tip is om het realistisch te houden. Als je een planning hebt die realistisch is, ga je ook vaak meer de, ja, niet echt zin, maar ga je vaak ook meer met een positieve moed eraan beginnen. Als je bijvoorbeeld op 1 dag 8 testen moet leren en 3 samenvattingen moet maken, als je toch jezelf dat laat doen, garantie lukt dat niet. Dat is gewoon veel te veel, dus hou het daarom gewoon realistisch. Zorg ook dat je nog genoeg tijd hebt voor andere dingen en dat je niet altijd ding hebt van oh, ik moet nog 5 puntjes van mijn planning afmaken vandaag en ik moet nog dit en dat doen. Nee, hou het gewoon een beetje realistisch en soms kan het echt geen kwaad om het een beetje minder te doen. Maar ja, probeer het dan gewoon op een andere dag te doen. Zoek gewoon een juiste dag uit voor de juiste dingen te doen. Mijn vierde tip is om duidelijk te noteren wat je moet doen of leren of waar je naartoe moet ofzo. Als je het maar rap ergens krabbelt of maar heel snel en onduidelijk opschrijft, dan kan je het soms misschien niet meer lezen of is het soms misschien niet meer helemaal duidelijk wat je moet doen. Stel je schrijft in je agenda dat je een test hebt van natuurwetenschappen en je schrijft daar pagina's op die echt heel onduidelijk zijn, dan is het echt super moeilijk om dat achteraf nog te gaan ontcijferen wat er nu precies staat. En dan leer je misschien veel te veel of net veel te weinig. Dus schrijf altijd netjes op wat je moet doen en het is weer opnieuw veel structureler en veel duidelijker voor jezelf. Mijn vijfde tip is om dingen die je hebt afgewerkt van je planning af te vinken of te doorstrepen of ja, te markeren ofzo. Dit geeft ten eerste het meest zalige gevoel ever als je iets van je to-do-lijst of van je planning gewoon zo goed kan doorstrepen of markeren of gewoon echt doorkrabbelen. Dat is gewoon echt een zalig gevoel. Ook is het gewoon heel overzichtelijk van oké, ik moet nog 5 dingen doen of ik heb al 5 dingen gedaan bijvoorbeeld. Dat is gewoon veel gemakkelijker en dat is ook gewoon super leuk als je dan je boek kan opdoen en je ziet echt in 1 oogopslag, oké, alles is gedaan. En mijn 6e en laatste tip is om toe te geven aan je planning. Stel, je hebt die dan toch een beetje onderschat en je dacht dat je het allemaal wel klaar zou krijgen, je dingen van je planning. Nee. Als dat dus gewoon niet lukt, dan is dat niet erg. Dan moet je gewoon leren toegeven van oké, vandaag is het mij niet gelukt, maar dan probeer ik het morgen erbij te nemen of dan probeer ik morgen wel heel mijn planning af te werken. Ik doe dat soms ook en dan denk ik oké, Floor, maar dan moet je het morgen ook echt wel doen. En ik weet dat dat is uitstelgedrag van oké, ik zal het wel morgen doen. Meestal voel ik me dan
slecht omdat ik dat niet heb gedaan. En daarom doe ik het ook automatisch al de volgende dag. Dus probeer het dan gewoon zo een beetje in je planning te verwerken dat je het toch echt gedaan krijgt. Dus het is niet erg om je planning eens niet af te werken. Maar probeer het gewoon. Zo, ik hoop dat dit het een beetje was wat jullie eigenlijk verwachten van deze video. Als je nu een helemaal andere start van wow, vorige 30 echt ging laten zien hoe je moest plannen, laat het dan zeker even achter in de comments. Want ik wil echt wel dat het duidelijk is voor jullie hoe je moet plannen. Ik hoop dat het een beetje een toffe video was. Geef deze video dan zeker een duimpje omhoog als je dat vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren om op de hoogte te blijven. Want vanaf morgen, als ik dit film, ga ik beginnen met examenvlogs af en toe te maken. Als ik dingen voor de examens aan het leren ben. Of ja, gewoon als het echt examens zijn, maar die komen er bij mij nog niet aan. Dat is pas binnen anderhalve week. Maar vanaf morgen begin ik dus met de vloggen. Dus doe zeker een duimpje omhoog en te reageren als je excited bent voor de examenvlogs. Ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken om te kijken. En ik zie jullie heel snel weer. Doei!